Deze nieuwsuitzending hier, dat ga ik even doorlezen. Ik heb net even een voorbereiding gedaan. En het gaat dan als die bundel die ik heb. En die luidt: er is geen vrouw die deugt. Arthur Schopenhauer aan het woord. Daar heb ik dat eerste hoofdstuk, dat eerste essay. Dat heet Over vrouwen. Die heb ik uitgelezen. Nou, dan gaan we nu door met het volgende essay. En dat heet Over de seksuele eer. Schopenhauer is zo'n goeie man. En dan gaat hij hoor. De seksuele eer is uit de aard der zaak onder te verdelen in de eer van de vrouw en de eer van de man en is van beide kanten een welbegrepen esprit de corps. Of korps. Is er iets van Frans of zo? Dat is voor iedereen duidelijk. De eerstgenoemde is verreweg het belangrijkst, omdat in het leven van de vrouw de seksualiteit de hoofdzaak is. Ja, nu kan je gelijk al stoppen. Schopenhauer is in die zin een slechte schrijver, want hij verklapt alles al aan het begin. Dat moet je niet doen. Dan heb je al gelijk geen zin meer om door te lezen. Dan denk je, oh ja, laat maar over. Ja, het gaat over de seksuele eer. En dan beginnen we gelijk dat die wijven dat allemaal een beetje lopen te aanmoedigen. In de zin van geen eer. Ja, dit is Schopenhauer over de seksuele eer. Dat. En. Ja, ik moet even stotteren, want ik moet een uitweg maken, want ik ga nog doorlezen. Kleine kinderen en dronken kerels en you geloof me, dat. Ik heb wat bier op. En wiet en tabak en ik moet zo dadelijk wat gaan eten. Maar mijn stem en mijn hersenen doen het nog wel. Ik ga eventjes het boekje dichtleggen. En vertellen van wat ik gelezen heb in de dagboeken van Anne Frank. Anne Frank heeft 3 dagboeken geschreven. Dagboek A, dagboek B en dagboek C. Wat mij betreft mag dat hoor. Maar ik hou geen dagboek bij. Ik heb dat 1 keer gedaan op verzoek van Wim Kruidentuin. En dat was dat we op vakantie gingen naar Bretagne. Dat is fucking meer dan 1000 kilometer van Arnhem. Met een Franse auto. En Wim Kruidentuin zei tegen mij, jij gaat een dagboek bijhouden. Dat is leuk voor de herinnering. Dat was 1 dagboek. Ja, Anne Frank heeft er 3 bijgehouden. Het bewijs daarvan heb ik hier in huis. Dat is van de staatsuitgeverij.
gepubliceerd in de jaren 80. You know fuck my a-hole. En wat zegt Anne Frank daarin? Ja, dan was het 13, hè? Dan kan je dan zien aan die datums, 13. Ja, wat is seksuele eer? Ik wil seks. Desnoods een buitenechtelijk kind. Desnoods met mijn vader. Ik wil seks. Anne Frank. En wij allemaal naar het Anne Frankhuis. Hé? Voor de seksuele eer. Van wie? Wat is seksuele eer? Als je Anne Frank accepteert. Anne Frank hield niet van seksuele eer. Dan maar een buitenechtelijk kind. Dat is geen seksuele eer. Want dat wilde Anne Frank niet. Die wilde geen seksuele eer. De seks gaat het erom dat je geneukt wordt in je kut. En wanneer gebeurt het dan? Gadverkat. De woorden van Anne Frank, hè? Ga nog even doorlezen, ja. Ik heb nog een liter bier, jongen. Ik heb nu alles gelezen, maar ik lees het je voor, hè. De eerstgenoemde is verreweg het belangrijkst, dat is de seksuele eer van de vrouw. Omdat in het leven van de vrouw de seksualiteit de hoofdzaak is. De vrouwelijke eer is, als het een meisje betreft, de publieke opinie dat zij zich nog niet aan een man heeft gegeven. En als het een vrouw betreft dat zij zich alleen heeft gegeven aan de man die met haar getrouwd is. Hoppakee, kunnen we gelijk stoppen. Ja, dan kan je zeggen, ja, Perry, je zit geen Bijbel te lezen. Ja, hier staat wel een verwoording, nee, een begronding van een van de wetten van Mozes. En dat bedoelt Arthur Schopenhauer helemaal niet. Hij is niet bezig om hier Bijbel lezen. Alhoewel hij dat wel doet. Maar dan subversief, hè. Dus nog een keer. De vrouwelijke eer is, als het een meisje betreft, de publieke opinie dat zij zich nog niet aan een man heeft gegeven. Dus de vrouwelijke eer is dat iedereen van haar denkt dat ze niet gewipperd heeft. De publieke opinie. De schijn ophouden als meisje, zodat iedereen van jou denkt dat jij het niet hebt gedaan met een Jannerman. Die schijn moet je ophouden. Dat is vrouwelijke eer. En hoe je dat voor elkaar krijgt, ja, I don't fucking care. Maar ga niet in je G-string met je blote bips over straat lopen. Volg je meneer Arthur Schopenhauer? Dit werk komt uit de helft van de 19e eeuw. 1850. Ja, dan kan je zeggen, ja, die Bijbel is zo kut oud. Ja, maar dit is 100. 50 jaar oud.
We kunnen wel lachen, zeg. Nou goed, dus nog even opnieuw. De vrouwelijke eer is, als het een meisje betreft, de publieke opinie dat zij zich nog niet aan een man heeft gegeven. Nog een keer overnieuw. De vrouwelijke eer is, als het een meisje betreft, de publieke opinie dat zij zich nog niet aan een man heeft gegeven. Dus de eer is de publieke opinie. Het algemene beeld van haar is dat zij nog niet aan een man heeft gegeven. En als het een vrouw betreft, dat is een volwassen meisje, als het een vrouw betreft, dat zij zich alleen heeft gegeven aan de man die met haar getrouwd is. Schopenhauer. Ik ga even lekker door. Een vrouw eist en verwacht verwacht van een man alles wat zij nodig heeft en wat zij wil hebben. Een man verlangt van een vrouw voorlopig maar één ding. Dus moet het zo worden ingericht dat de man dat ene alleen van de vrouw kan krijgen als hij de zorg voor alles op zich neemt, ook voor de kinderen die uit de verbintenis worden geboren. Op deze basis rust het welzijn van heel het vrouwelijk geslacht. Om het zover te krijgen is het volstrekt noodzakelijk dat het vrouwelijk geslacht gezamenlijk optreedt en esprit de corps toont. Het stelt zich dan ook in gesloten gelederen op tegenover het hele mannelijke geslacht dat door het overwicht van zijn lichamelijke en geestelijke krachten van nature in het bezit is van alle aardse goederen. Vrouwen beschouwen de mannen als hun gemeenschappelijke vijanden. Ik zat erover te denken om alles even terug te nemen. Want ik ga alle zinnetjes nog even uitleggen. Maar deze is goed. Vrouwen beschouwen de mannen als hun gemeenschappelijke vijanden. Die overwonnen en veroverd moeten worden. Want zij komen alleen in het bezit van aardse goederen als zij een man bezitten. Eén pagina Schopenhauer. Nog even terug. Vrouwen beschouwen de mannen als hun gemeenschappelijke vijanden die overwonnen en veroverd moeten worden. Want zij komen alleen in het bezit van aardse goederen. Dus zij komen alleen in het bezit van aardse goederen als zij een man bezitten. 1850, bitches. I got 99 problems. But you ain't one. Ik weet het hoor, dat heet momenteel hypergamie. En dat doet heel vervelend. Het gaat even over seksuele eer. Zo. Maar al die wijven die je dan verleiden met geile seks. En uiteindelijk willen ze helemaal niks doen. En dan kan ik me voorstellen dat als je dan mee gaat doen met iemand als Aleister Crowley. En dan moet je je laten neuken in je voorgat door een geit. En dat je zegt, ja dat doe ik niet. Dat begrijp ik wel. Maar voor de rest dat gezeur, kom op.
Seksuele Eer Rotterdam. Ik ken het hoor, vrouwen die spelen met seksualiteit. Vrouwen! Mannen niet! Mannen laten hooguit hun pik eraf houden. Als seksuele daad of zo. Oh, ik ben momenteel transgender vrouw. Seksuele eer. En die vrouwen verpesten alles. Vrouwen zijn immoreel. Ik kan er niks aan doen. De immoraliteit van vrouwen, die kan je niet bestrijden. Die hebben geen moraal. Die denken dat alles maar denkt over, alles maar gaat over neuken. Jezus. Ik heb een vrouw een vrouw ontmoet in 1998 en die wilde heel snel warme dingen. Dus in bed en zo. Nou, allemaal netjes met een condoom. En toen zei ze tegen mij, ik wil dat je afscheid neemt van die andere vrouwen die jou ook kennen. Ik wil jou voor mezelf. En ik zei tegen haar, ik wil jou niet voor mezelf. En zij zei, waarom niet? Ik zei, nou, de vrouwen die ik voor mezelf heb gehad, die gingen vervolgens neuken met andere kerels. Dus ik wil geen vrouwen meer voor mezelf, want ze gaan neuken met andere kerels op mijn kosten. En dat is een omgekeerd pooierschap. Een pooier laat zijn vrouwen neuken door andere kerels, maar die krijgt er geld van. Maar ik wil niet dat ik betaal voor een treinkaart naar een leuke reis naar Henk. En dan wordt mijn vrouw gepaald door Henk en ik heb betaald voor de reis. Snap je hem? Dat is omgekeerd pooierschap. Dus jij bent dan de toezichthouder en als die vrouw een geslachtsziekte krijgt of whatever, dan moet jij betalen voor de kutziekte. Ja, snap je? Dat is niet de bedoeling. Want die vrouwen zijn, wat Schopenhauer net zei, seksueel. Die denken dat seks alles is. En seks ain't nothing. Een kwestie van klaarkomen en meer niet. Seks is voor, ja, seks is voor kinderen. Een foute opmerking, of niet, hè? Seks voor kinderen. Maar daar is seks voor bedoeld. Voor kinderen. En voor de rest niet. Het is ook een goede seksen. Het aanraken der lichamen. Dat is super belangrijk. Moet je durven. Je moet je ook durven laten aanraken. Het is een kunst. Als je dat snapt, hè.
degene die aanraakt, die moet toegang krijgen. En dat kan met je vingertoppen. Dat voel je al. Het is mooi, hè, de aanwezigheid van jou als mens. Ik ken een vrouw, ik dwaal een beetje af hoor. Ik ken een vrouw en er was een. Dat was een buitenlandse. En die had verkrampte handen. En ik zei tegen haar, jij moet haptonomie gaan doen. En je handen laten werken. Dat geloofde ze niet. En ik had gelijk. Had ze maar haptonomie moeten leren. De aanraking. Heel bijzonder. Ik weet nog een keer. Ik was bij mijn ouders, die waren gescheiden. Mijn moeder had een hypergamie gedaan. Hè. Een rijke kerel opgescoord. Dat is een accountant, KPMG. Kleinveld, Piet Marwick, Girdler, KPMG. Ik ken die. 7000 gulden in de maand kwam daar binnen. Dat is veel geld hoor, in die dagen. En mijn zus, mijn moeder, die. Dat huwelijk tussen mijn moeder en mijn vader. Dat gaat niet over mij, over empathie of zo. Dat heeft niks mee te maken. Het gaat over feiten. Mijn moeder was los van mijn vader, en dat was maar goed ook, denk ik, in die dagen. En zij had een nieuwe kerel, en een mooie huisman, met een vijver, en Jezus mijn Christus. En die man die kon hoofd rekenen. Was een goede accountant voor KPMG. Nou, en dan ben ik daar over kerst of zo, want mijn moeder is katholiek. Hè. Dus met kerst moet je, ja, met kerst moet je komen. En mijn zus was er ook en die had een pijn ergens, een strakheid of zo. En ik leg mijn handen op haar rug. Dus, want ik zei tegen haar, dat kan ik oplossen. Maar dat had ik geleerd van onze vader. Niet onze godvader, maar George. Ja, ik ken het trucje. Ga maar even zitten, in kleermaker zit voor mij. En ik zal je even aanraken. En mijn zus die ging helemaal zo als was. Ik voelde heel goed waar de, ja. En mijn zus zakte helemaal voor over. Ze maakte geen geluid. En mijn moeder komt die kamer binnen wandelen vanuit de open keuken. En ze, wat zijn jullie aan het doen? Ja, dat was seks. Ik kon mijn zus haar kut voelen.
En dat voelde zij ook. Voor de rest heeft mijn zus met iedereen het bed gedeeld. Is geen seksuele moraal. Weet ik. Heeft geen zin. Ik neuk, dus ik ben. De Bijbel dicteert, als er kinderen moeten komen, dan moet je stoppen met rukken. En als je doorrukt terwijl er kinderen moeten komen, naughty, naughty. Ja, over seksuele moraal. Seksuele eer. Ah, klinkt bijna zo. De seksuele eer. Die vrouwen die spelen vals. Hè? En als je als man op het werk komt met je wimpers zwart gemaakt en een oogschaduw en een beetje crème puff om die puistjes weg te dingen. Dat wordt geaccepteerd. Maar als jij als bouwvakker op je werk komt met geverfde wimpers en dat wordt niet geaccepteerd. Of wel? Ja, denk een beetje met mij na. Denk aan het wereldbeeld wat ik verwoord. En je kan niet zeggen dat ik geen bouwvakkers ken. Want die ken ik. Meer dan één. En die maken zich niet op voordat ze aan het werk gaan. Ze maken koffie, doen ze in een thermoskan, boterhammen, en alles hoppakee in de rugzak en dan op de fiets naar de bouwplaats. En vrouwen, die schilderen zich op. Dat is belachelijk. En vrouwen laten ook nog konijnen leiden. Even over de seksuele eer. Vrouwen laten konijnen leiden. Met een lange ei, hè? Als Christus Jezus aan het kruis. Die vrouwen die laten konijnen. Dan krijgen ze methyloxide of whatever. En de ogen gedruppeld. En die konijnen gaan er niet aan dood. En dan mogen die vrouwen dat als make-up gaan gebruiken. Want de konijnen gaan er niet aan dood. Ja, is dat sexy? Is dat een seksuele eer? Sinds wanneer? Ja, ik laat een pauze vallen. Maar sinds wanneer hebben vrouwen het recht, de poen, en daarmee het recht. Want die vent van Rothschild heeft toch gezegd, want het maakt mij niet uit wie de wetten schrijft, doe mij maar de poen. En die vrouwen hebben de poen, en die kopen die make-up. Waarvoor konijnen?
eerst getest moeten worden. Dan kan dat wel. En ik snap er ook helemaal niks van. Oh, vrouwen die zichzelf opmaken. Ik vind ze allemaal even idioot. Als je het hebt over de seksuele eer. Wat doe je met jezelf? Wat doe je überhaupt met de hoge hakken? Even sprekend over de seksuele eer. Vrouwen zijn heel slecht in de seksuele eer. Vrouwen hebben een droge kut en ze willen dat hij nat wordt of zo. Mannen willen werken en resultaten bereiden. Voorbereiden. Kijken of het lukt. Thierry Baudet. Die wordt dan afgezeken omdat hij dan zegt. Ja, de primaire taak van vrouwen is in de huishouding. Thierry Baudet is een buitenlander. Ik heb recht van spreken. Ik ben bijna 60. Snap je? Met mij geen fuck. No way. Ik ben geen onheilsprofeet. Ik heb voorgelezen van Arthur Schopenhauer. Degene die genoemd wordt de meest negatieve schrijver voordat Friedrich Nietzsche begon te pissen. En Friedrich Nietzsche is iets pissender dan Schopenhauer. Schopenhauer is nog leuk. Dit was Schopenhauer. Er is een ding met vrouwen. En seksuele eer, dat kennen vrouwen niet. En dat is jammer. Mijn eerste serieuze vriendin was een blondine. En ik hou niet zo per se van blondines, maar ja, was een lief meisje, dacht ze, dacht ik. En die komt op een... Na een vakantie kwam ze thuis. Ik had iets geregeld in het huis, maar ingewikkeld. En dan ging ze tegen mij vertellen. Ja, ik heb geneukt met de surfleraar. Ik zei, oh. Ja, mijn ding is, een vrouw die gepenetreerd is... door een, in dit geval, een Griekse gozer, met ongetwijfeld een gouden ketting, dat is netjes als een koekje waar iemand anders een hap van heeft genomen. Dus ik dacht, oké, dat is best, maar dan steek ik hem niet meer bij jou erin. Want jij hebt het gedaan met een Griek. En klaar. Dan kreeg ik de tweede vriendin. Die was van, die was katholiek. En die was bazig, jongen. Ook dan moeilijk doen. Nou, gadverdamme. Die kreeg een hekel aan al mijn vrienden. Ja, die ene vriend vind ik nu niet meer leuk. Dus die mag niet... Ja, als die in jouw kamer komt... Dan zei het een eigen kamer, hè? Als die in jouw kamer komt, dan ga ik weg. Nou, dan ga je maar weg.
Dat werd ook helemaal niks. Toen kreeg ik er eentje en die ging neukend buiten de deur. Op zoek naar haar vrije seksuele moraliteit. Ah. En toen kreeg ik er eentje en die zei, ik wil monogaam zijn. Terwijl ze op dat moment een serieuze, langdurige afspraak had met een man. En later kreeg ik die man in mijn schoot geworpen. Die lul. Die baby. Ja, waar is de seksuele eer? Die vrouwen verpesten alles. In mijn geval dan. Ik ben ook blij hoor dat ik geen vrouwen meer in mijn leven heb. En punt 1, vrouwen luisteren niet. En dat komt omdat mensen niet luisteren. En niet naar mij. Mensen luisteren niet en vrouwen ook niet. En vrouwen zijn dan, ja, in mijn geval, ik ken nu een vrouw en die heet Adriana. En dat lijkt me wel een leuke. Ik heb haar mijn telefoonnummer gegeven. Ze zei een keertje bij mij thuis, dan gaan we kletsen. Nou, moet ik onder de douche. Ja, of niet, maar ja, schone kleren aan. Ik neem wel wat mee. Maar tussen haar en mij is geen ding. Ik wil heus wel een keer langskomen. Maar de seksuele eer is bij vrouwen tot en met 30 ver te zoeken. Daarna wordt het wat beter, maar dan zijn ze ouder. En dan wil niemand ze meer neuken. Behalve bepaalde mensen die ik ken, die zeggen, ja, die oude vrouwen, die wil ik graag neuken. Maar het zijn uitzonderingsgevallen. De eer is belangrijk. Ik heb even niks te eten. Ik heb even matzo's eten. Jodenkoeken. Ik heb een rotzooi, man. Ik moet eigenlijk een stukje kaas bovenop. Precies wat ik nodig had. Nog dat puntje eraf. Matzo's is goedkoop, jongen. Jodenmeuk. Oh, lekker man. Bij het belangrijke van je lichaam is dat je het in leven houdt. En de seksuele eer is bij vrouwen ver te zoeken. Niet bij alle oren. Maar bij sommigen. Bij mijn eigen dochter, van ja, wat ben jij nou? Wie ben jij? Are you my friend, my neighbor, or my enemy? Who are you? Who are you? Are you my friend, my neighbor, or my enemy? Who are you? Who are you?
Niet dat mijn dochter dan buiten de deur gaat. Hij heeft zijn begrip voor de seksuele eer. Ik denk het niet. Ja. Ik heb er geen bewijs voor, maar... Het is een vermoeden. Ja, ik heb als vader over haar. Ja, ik ben de controle kwijtgeraakt. Ja, dan is het afgelopen. Dan ben ik ook niet meer verantwoordelijk voor haar. Dan is het klaar. Ik neem mijzelf niks kwalijk. Het gaat om de seksuele eer. Als meisje sta jij bekend als iemand die het met niemand doet. Als vrouw doe je het binnen een huwelijk. Ah, dan moet je wel een kerel uitkiezen die lekker kan palen. Ja. Dan hebben we die vrouwen niet zeggen van ja, dan wil ik eerst een proefrit. Even kijken of die het kan. Maar dat hoeft niet. Seks gaat veel dieper. Ja. Onthoud dat goed. Dus je hoeft je man niet uit te proberen. Je moet je man opvoeden. Dan palen. Nee. En binnen het huwelijk is er niks aan de hand. Zo'n mop, hè. Er was een man en een vrouw. En die vrouw, die was nog nooit gepaald. En die man ging die vrouw palen. En toen kregen zij geen geslachtsziekte. Goeie mop, vind je niet? Lekker zeg, die massas. Daar was ik echt aan toe. Ja, ik vond het een heel mooie. Het is Arthur Schopenhauer. Er is geen vrouw die deugt. Over de seksuele moraal. En dan één pagina. Super bedankt voor het luisteren. En ik heb ongelooflijk honger. Ik moet naar de keuken lopen. En ik ben het boek kwijt.
maakt niet uit. Komt zo wel goed. Ik ga een plakje kaas halen. En ik ga zo dadelijk nog even doorlezen. En er is geen vrouw die deugt. Over seksuele moraal. Tot zo. En tjus. Op z'n Duits. Op z'n Hamburgs. En dag lief was ze.